Oké, dus hallo iedereen. Welkom bij Stout Liggen Zo voor een nieuwe episode van natuurlijk een update, maar via de gsm vandaag. Oké, wat we gaan doen is, we gaan eerst mijn account op YouTube gaan bekijken. Jullie sturen mij in comments wat er is dat jullie willen aan veranderen. Wat ik zelf kies, zijn de beste comments dat ik van mezelf vind van, oké, dit kan ik aan. En degene die het natuurlijk niet aan kan, alsjeblieft geen onlogische stellingen gaan zetten. Zo bijvoorbeeld van, ja, maak een studio van 3 miljoen euro aan. Nee, dat gaat niet. Ik ben ook een normale mens zoals iedereen. Oké, let's beginnen. Oké, dit is YouTube. Oké, je zoekt op Starlek Hezo. Dus omdat ik heb mijn naam zo moeten aandoen, anders. Allee. Dus Starlek is zogezegd mijn voornaam en Hezo is zogezegd mijn achternaam. Maar het is gewoon Starlek Hezo. Mijn officiële naam is Starlek Hezo. Dus typ gewoon Starlek en Hezo. We klikken erop. Oh. We klikken erop. Nee. We klikken erop. Eventjes wachten. De wifi is hier traag. Mannetjes, ik mag een nieuwe wifi. Ja, eigenlijk. Dus zoals jullie hier zien, zijn hier al mijn vierde video's. Mijn laatste video is van 1 week geleden. Finally update. Review, speedbuild en zoveel meer. Mijn nieuw kanaal. Eerste keer MCPE. Voor mensen die niet weten wat MCPE is. MCPE. MCPE, dat is Minecraft Pocket Edition. Straks willen we eens naar kijken. Dus ik klik op mijn kanaal. Je doet abonneren. Ik kan het nu niet doen, maar omdat ik moet me eerst inloggen en dat gaat ik niet doen. Ik heb momenteel 1 abonnee. Wat dan niet slecht is. Maar ook niet goed. Kan nog wat meer. Review, speedbuild en zoveel meer. Wat me wel opvalt is, ik heb die video's maar 1 of 2 keer bekeken. En er zijn 8 weergaven. Hier 11 weergaven. Hier 19 weergaves. En daar 43 weergaves. Ik vraag me eigenlijk af, zijn er wel mensen die zich willen abonneren of niet kunnen abonneren? Ja. Ik vind het gewoon wat te raar. Op mijn oudere account had ik 18 abonnees op een maand of 2. En nu na 3 maanden heb ik nog altijd 1. De layout van mijn account gaat ook veranderen. Er komen op de achtergrond de pack van de Forest Mission met Kylo Ren en Chewbacca. En ook een Kylo Ren, Chewbacca, een First Order Stormtrooper en een BB-8. En natuurlijk ook een Resistance Trooper. Even kijken wie die abonnee is. Als het kan, natuurlijk. Nee, dat gaat dus niet. Nee. Oké. Maakt niet uit. Zo, dit was voor mijn kanaal. Eventjes. Eventjes gaan naar TK Fanclub. TK Fanclub. Dus dit is de fanclub van TK. Er zijn momenteel 100
1404 leden. Als je wilt een officiële lid worden, zo hier de members group. Deze. Dus dit daar. De bovenste TK 421 members group. Het is voor alleen leden die zich een abonnement hebben aangemaakt. Ik weet zelf niet of ik normaal dit mag aantonen, maar mensen, dit is echt een geweldige groep. Momenteel zijn er... Wacht, hè. Oh ja, 11 maart is er een event en het heet 20 jaar TK. En ja, het is gewoon een geweldige groep waar je veel kan leren over Star Wars. Dus als je mee wilt naar de groep, ga dan naar tk421.be of .com. Maar ik denk niet dat dat uitmaakt. En je komt waarschijnlijk wel op de pagina en je gaat gewoon op word een member. Nu gaan we kijken naar TK421. Oké. Dus 11 maart 20 jaar TK. In GC Boekenborg. Breda baan 559. Merksem en Antwerpen. Ah ja, dus het is wel TK421. We zullen eens gaan kijken. Hè. Kom aan. Dus kijk. Hier is TK20. Dus TK421 viert feest. Kablamo gaat er zijn. Cartamundi. En fans. Dit zijn de sponsors van de TK. Even dus overgaan. Order 66 is een hele goede site voor figurines en zo. Old School Toys ook. Ook trouwens, denk ik, voor Lego. De rest heb ik nog niet echt bekeken. Fans. Toys en posters is ook goed voor posters. Voor toys heb ik nog niet bekeken. Dus dit was het. Je kan trouwens ook lid worden op tk421.be. En ja, dit was het. Dus. Oh, trouwens. Minecraft MCPA. Dus MCPA. MCPE zal volgende week wel een keer gespeeld worden en online gezet. Trouwens, als u online moet spelen met MCPA, met Star Legacy, eventjes bekijken. Altijd eventjes wachten. Het is toch een trage tool, hè, maat? Kom aan. Nu gaat hij zeggen Minecraft is gestopt. Ah nee, toch niet. Ja. Dus. Normaal. Heb ik een account. Dus ik ga gewoon. Ja, gewoon via. Weet je wat, laat maar. Minecraft wordt echt saai. Op de gsm natuurlijk, hè. Op de pc praat ik er niet over. En hier is een mooie foto van Rogue One. Allee, foto, eigenlijk eerder een tekeningposter. Je ziet director Krennic. Je ziet Jyn Erso. Cassian Andor.
is het Shirt Inway Base Melbus. Drie Death Troopers in het groot staan. Eén Show Trooper Commander. En Stormtrooper Commander. En andere Stormtroopers. Een AT-ECT. Ja. Dat is het. En natuurlijk de Death Star. Spijtig dat Darth Vader niet opstaat. Anders was het echt een perfecte poster. Zo, dit was het. Mensen, bedankt om te kijken. Het leek me een lange video. Dus alsjeblieft. Volgende keer probeer ik het kort te houden. Bedankt. En trouwens, bedankt aan Mark, een vriend van mij. Hij stuurt mij namelijk een pakketje door. Want ik stuur hem ook een pakketje door. Dus ik heb hem Lego's gestuurd. Allee, ik zal hem Lego's sturen. Mannetjes. En hij stuurt mij tekeningen van hem op. En wacht, hè, tekeningen. En ook een Rey van The Force Awakens in haar Resistance Battle Pack. Oké, dit was het mensen. Nu voor echt. Dus salut en bedankt om te kijken naar Star Legacy. I'll see you in the next video. Bye.